Wat ben ik allemaal aan het doen? Nou, dit. Ik heb vandaag dus een afspraak gehad met dit werkgroep hier. Toch wat. Even snel tussen alle boren door van hiernaast. Ik vind het niet heel erg hoor, want ik snap het wel dat er geklust moet worden af en toe. Maar ik ben wel heel blij dat ik vandaag niet thuis werk. Want ik ga straks naar Amsterdam. Het is vandaag super lekker weer. Ik ga lekker workouts opnemen. En ik heb een afspraak met Lotte Lust. En ja, daar later meer over. En ik eet even een broodje. En dan word je even geïnterviewd door iets van 7. En we moesten in Engels praten, dus... Maar het ging in ieder geval over de politiek. Over de verkiezingen van gisteren en wat ik daarvan vond. Nou, wat vind ik ervan en op wie heb ik gestemd? Bam, bam. Ik heb gestemd op D66. En waarom? Omdat ik een zelfstandige ben. En hun zijn een van de weinigen die daar de zelfstandige afspraak niet willen... Ik ga Stash terugbrengen naar Bobbery. Alright, de kleding is teruggebracht van de wintersport. En nu ga ik even ergens heen waar ik niet hoef te betalen voor het keren van mijn auto. En doe normaal. En maak een beurskant. Dus dat. Nou, het wil me vandaag niet echt lukken om echt een super goede plek te vinden om mijn workout op te gaan nemen. Want het is dan wel heel lekker weer. Maar het is ook heel druk overal. En ik heb een beetje een hekel aan dat ik zo word bekeken. Het voelt heel erg ongemakkelijk. Dus ik ben nu op een plek waar ik vroeger fotoshoots heb gedaan. Waar ik vroeger ook vlakbij woonde in Amsterdam. En ik heb besloten om het dus maar even dus hier te gaan doen. Want ik ben hier een beetje bekend. En dus weet ik dat het meestal wel vrij rustig is. En er is dus ook niemand nu. En dit is een hele mooie achtergrond. Tada! Best wel cool toch? Even kijken wat we hiervan kunnen gaan maken. Het is alleen één naaldeeltje. Ik ben dus eerst bij de MDSM-werf geweest. Omdat ik daar wilde gaan opnemen. Toen moest ik een beetje rijden en zo. En inmiddels... moet ik heel nodig plassen. En dat kan hier niet. Dus ik ga maar gewoon even snel een workout opnemen. En dan, ja, maar naar huis of zo. Hallo. Lukt vandaag. Ik ga niet meer vloggen dat ik naar huis ga, maar dat wordt ook echt onmogelijk, want ik moet nu echt heel nodig naar de wc. En een hele goede morgen. Ik kom net mijn bed uit, Jola naar school gebracht en ik ga zo sporten. Ja, daar heb ik zin in. Gisteren buiten getraind, maar toch niet echt volledig mijn billen kunnen trainen, omdat ik dan ja, niks met gewichten kan doen. Dus ik ga zo toch nog even naar de sportschool en ik ga een ontbijtje maken. Ah, wat voor een zin. Superleuk tasje. Super cute. Ja toch? Kommetje. En dan doen we vandaag om 1:15 komt Kirsten, mijn kapper, mijn haar doen. Want het is echt... Ik heb heel erg dun haar van mezelf. Nou ja, fijn haar was ook wel gezegd.
Dus ja, helaas. Het wordt altijd heel erg slungelig, piekerig als het langer wordt. Dus er gaat weer een stuk van af. Zoiets. Iets korter nog dan de vorige keer. Want de vorige keer toen was het een beetje zoiets. En toen vond ik het net, ja, vond ik het net niet echt speels genoeg. Dus mag ietsjes korter. En dan weer, ja, ik heb er echt niet zo verstand van. Ik vertel het straks allemaal wel als Kirsten komt. En dan heb ik een verrassing voor Bart. Want we gaan om 4:15 naar Hilversum. Ik heb kaartjes gekocht voor de dinershow met, hoe heet die kok? Wow. Rudolf van Veen, het feestelijke menu bij Dinershow Pandora. En hij weet nog niks. Ik ben ongesteld geworden. Ik snap echt niks van. Echt alles in mijn lichaam zei dat ik zwanger was. Echt alles. Ik heb nu pas voor het eerst dat ik een klein beetje, ook al is het pas de eerste keer, dat ik een klein beetje voel hoe dat is voor vrouwen die al een tijd bezig zijn om zwanger te worden en dat niet kunnen. Het lijkt me zo erg. Het lijkt me echt zo rot. Ik hoop zo dat het volgende keer wel goed gaat, maar die onzekere dagen, die spanning, ik vind het zo vervelend. Mijn instelling is ook veel te erg zo van, ik wil het, dus ik wil het nu. Maar ja, niks aan te doen, we go on. Ik ben zo blij. Of ik heb spijt straks. Dat kan ook. Ja, het is in ieder geval wel heel lang geworden. Grijze haren. Zie je? Wow, ik heb mezelf echt heel lang niet gezien met zo kort haar. Thank you. Wordt dat nog een afspraak en ja, nu is hij er nog niet. Het is 4:15. We zouden om 4:15 weggaan. Crazy. Bart heeft het gered hoor. We zijn en ik weet tijd. Wat we gaan doen. Ha! Hij heeft het al geraden aangezien we naar Hilversum moesten. Yep, in één keer. Pop. En ik heb er zin in. Ja? Heb je ook nog iets anders aan mij opgemerkt misschien? Je werd opgemaakt. Wat? Ja, dat weet ik toch, dat je haar gekleurd is? Toen was je hebt nog helemaal niet gezien dat het geknipt is. Is het korter geknipt? Oh my god! Kom, we gaan. Doe het even. Opdat we niet zwanger zijn. Salut, schat. Dat we lekker kunnen drinken. Ah, jee. Omdenken. Omdenken, ja. Omdenken. Oh,
En we zijn weer thuis. Wel gelezen. Onvergetelijk aan. En wat was het allerleukst? Jij! Ik. Girls and boys. Naar elkaar. We hebben ook nog iets gewonnen. Want het was van de postcode loterij. Cadeaubonnen gewonnen. Ja. Om een uitstapje naar keuze te doen met 4 personen. En we hebben 2 bonnen, dus we kunnen met 8 personen iets leuks doen! Yeah! Wie meldt zich aan? Yeah! Wie meldt zich aan? Wie meldt zich aan? Meld je dan nu aan? Geef een duimpje! Jola heeft een nieuwe fiets! Woehoe! Eentje zit iets hoger dan die andere. Low fit boy. Nou, de visite is weg. De flessen wijn zijn leeg. Onder andere door mezelf. Want ja, ik ben niet zwanger. Dat was wel een beetje de clue van deze week, denk ik. Maar goed. Slurp hem maar lekker op. Deze is trouwens heel goed. Ja, heel lekker. Hier, even scherp stellen. Gaat wel net zo slecht als dat ik zelf scherp ben. Nou, schat. Ik kom niet slapen. Sla erbij. Oh, nee. Healthy is sla. Oh. Als je helemaal bent. Oh, dank je. Knop. Ben je dan nooit moe? Kijk. Dunner. Met Hawaii. En dit is jouw pizza dunner. En dit is heel lekker vegetarisch dingetje. Vraag en zo. En Hawaii.